Het leukste dorp van Overijssel hoeft natuurlijk niet het grootste of het kleinste dorp van Overijssel te zijn. Zo is Borne, waar we volgende week een kijkje nemen, behoorlijk groot. Wij gaan in ieder geval voor het hoogste, maar wij gaan ervoor om ons dorp op de eerste plek te krijgen. Maar ook al zou dat niet lukken, dan zijn wij al lang tevreden. Wij promoten ons dorp en het gevoel wat we daarbij hebben, de warme jas van Borne. Boerhaar is een stuk kleiner. Het dorp bij Weijen heeft 200 inwoners. Ja, dat is gewoon allemaal heel vriendelijk. Iedereen zegt hoi tegen elkaar en iedereen kent iedereen. We zijn hier bij de KPJ, Katholieke Plattelandsjongeren, en wij organiseren hier nog maandelijks een teenage party. Zitten wij heel toevallig in de commissie. En voor de rest worden hier ook vergaderingen gehouden. Het koor zit hierin. Wat zit hier eigenlijk nog meer in? Nou, elke vrijdagavond komen sowieso alle jongeren uit Boerhaar, ook de wat ouderen, die zitten hier altijd gezellig samen een biertje en wijntje te drinken. Zaterdagmiddag zitten ze hier nog, de harde kern van Boerhaar. Ja. Het is heel leuk om voor andere mensen ook wat te organiseren vanuit een jongerenvereniging. Dus zoals vrijdagavond teenage party, wij organiseren voor de jeugd van 12 tot 16 jaar gewoon echt een feestavond waar ze heen kunnen. En dat geeft gewoon heel veel voldoening. Ja. Zegt dit soort dingen nou ook iets over de betrokkenheid van de mensen in Boerhaar? Ja, ik denk het wel. Want iedereen wil altijd wel helpen. Iedereen staat klaar voor elkaar. Er zijn altijd genoeg vrijwilligers. Ja. Dus dat is altijd wel. Er zijn altijd mensen voor je klaar die je willen helpen als er iets is. Als er iets stuk is, zijn er genoeg mannen die even iets willen maken. Ja. Wij organiseren een bengenrace om 10 juli in de Boerhaar tijdens het kermisweekend. Een bengenrace, dat is een race over een ovale baan. En daarmee is de bedoeling dat je elkaar van de baan afrijdt of zorgt dat je als eerste de rondes volbrengt. Maar over het algemeen halen de meeste auto's de finish niet, omdat ze ondertussen al in elkaar gedrukt zijn. Normaal heb ik maar 5 punt schotel op, voor de veiligheid. Leuk is om andere auto's in elkaar te rijden en zien dat je zelf als langste blijft rijden. En, het is dan echt de bedoeling dat je echt vol gas bij iemand achterin rijdt, zonder te remmen. Er zijn verder ook weinig regels. Je mag alleen niet op de bestuurderszijde inrijden, op de bestuurdersdeur. Verder is alles geoorloofd. Schuren met de auto's, een eigen fanfare. Heerlijk, die rust op het platteland van Boerhaar. Floating through the air. Lemelen is mooi vanaf de grond, maar ook vanuit de lucht. Henk Stoevelaar neemt mij op sleeptouw en vliegen vinden wij verslaggevers altijd leuk. Maar Henk, je hebt toch al wel wat vliegervaring? Ik ben begonnen met vliegen, afhankelijk met zweefvliegen in omstreeks 1980. En de laatste 20 jaar ongeveer met het motorvliegen. Vliegen betekent vrijheid, makkelijk verplaatsen, je kunt overal naartoe. Het is, afgezien dat het leuk is, je leert er veel mee. Je leert omgeving kennen, je leert afstanden vliegen, je leert oriënteren. Het is, kortom, het is gewoon heel prettig om te doen. Uren kunnen we doorvliegen, maar laten we eens op de grond kijken, want morgen is het feest in Lemelen. Een wagen in twee gedeelten. Het is uit het leven van Dick Trom. En dat is eigenlijk de oude Dick Trom van vroeger. Die op de ezel zat en een hele dikke jongen die altijd graag aan het eten was. En het andere gedeelte is de nieuwe Dick Trom, die in een dorp komt. Waar ze eigenlijk heel sportief zijn en gezond eten.
dat hij met zijn hele dikke familie in terecht komt. Dat ze dat helemaal niet kennen. Dus dat is eigenlijk onze doelstelling, van vroeger naar nu eigenlijk. Ja, is Lemelen dan dat gezonde dorp? Nou, op zich wel, met alle sportactiviteiten denk ik wel dat Lemelen heel gezond in het dorp staat. Er wordt dit jaar het Lemelsfeest georganiseerd. Dat gebeurt één keer in de twee jaar. En donderdags beginnen wij dus met de optocht en die is dus morgenavond. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. Het thema van deze dagen is 60 jaar televisie. Dit jaar is namelijk 60 jaar geleden dat de televisie gekomen is in Nederland. Het was in 1951 en dat is 60 jaar geleden. Altijd al willen doen. Hé, hey, dat is hem. Wat is nou het leukste? Het resultaat, de waren of het gewoon onderling samen gezellig klussen? Je krijgt een stuk saamhorigheid, dat is hier in Lemelen trouwens ook al. Veel saamhorigheid. Maar de buurt helpt mee. Eerst beginnen we met drie personen, maar er komen er steeds meer bij. En dan krijg je een stukje toch saamhorigheid waar dit uit voorkomt. Ja, biertje erbij nemen. Zeker een biertje erbij, we hebben hier naast de kantine. Het is echt een Lemelsfeest, want die 18 straten en buurten, dat zijn allemaal straten en buurten samengevoegd. En die maken allemaal een wagen. Die doen ook mee met de zeskamp en de playbackshow. En het belangrijkste is om een overall winnaar te worden van het Lemelsfeest. Wat is er zo leuk aan Lemelen? Jongen, wat een moeilijke vraag. Je kan beter vragen, wat is er eigenlijk niet leuk aan Lemelen? Maar dat vroeg ik niet. Gelukkig heeft Henk wel een antwoord. Omdat het veelzijdig is, het biedt voor iedereen wat. Lemelen is gewoon uniek. Het leukste dorp, semper salve. Dwarsgracht, de naam zegt het al, is water. Heel veel water. Hoeveel inwoners wonen er in Dwarsgracht? Royaal 100, 100, 120 ongeveer. Nou, het gaat ons niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Om het echt zo te houden zoals het nu is. En rustig, gemoedelijk. We zijn al die stadse dingen niet nodig om het hier goed leefbaar te houden. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Giethoorn is echt toeristisch. Het is echt een boel horeca. Die zit echt gespecialiseerd op de toerisme. En die is gewoon rustig. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd hier ook iets hoger ligt dan in Giethoorn. Geen nieuwbouw verder en echt, En jij hebt het Dwarsgracht opgegeven, waarom? Nou, omdat ik vond dat het niet alleen Twente Overijssel is, maar Giethoorn dus. Het Dwarsgracht is ook. Het is breder dan alleen RTV Oost in Twente zit. Dus dat vond ik echt een reden om het Dwarsgracht ook op te geven. Omdat het ook een mooie plek is. U kunt tot en met 24 juni nog stemmen op uw favoriete dorp op www.leukstedorpvanoverijssel.nl. 27 juni worden de regiowinnaars bekendgemaakt, dus tot die tijd blijft het nog spannend.